Het is vrijdag, het is dag 4 van Jong PSV in Spanje. En die dag begon eigenlijk net als alle anderen. Dat was 's ochtends vroeg op het strand. Een spelletje boterkaas en eieren onder andere. En ook wat stretchoefeningen. Daarna gingen de spelers naar het veld toe op dit prachtige complex. Het lijkt kunstgras vanuit de lucht, maar het is echt gras. En die ochtendtraining die was pittig, maar die was wel van een heel hoog niveau. Dat bewijst onder andere Jael Hattou hier met een prachtig steekbaasje op Zakaria Aboukhlal. Na die ochtendtraining gingen de spelers en de staf Valencia in, stonden deze fietsen klaar en konden de jongens en dus ook de staf genieten van een middagje vrij. De avond werd afgesloten met een echte quiz, de Jong PSV quiz. Die werd gewonnen door Bram van Vlerken en die werd dus eigenlijk een beetje de winnaar van dag 4.